Hey, wat leuk dat je belt. Oh, je belt voor de fotosie. Ja, die is dit jaar geheel vernieuwd. Dus de commissie is nu verantwoordelijk voor het gehele beeldmateriaal binnen Sirius. Dus dat zijn posters, filmpjes, social media en natuurlijk de foto's. Ik ben dit jaar op Actis binnen bestuur 15 en dus de bestuurscoördinator. Maar wil je weten wie er nog meer in deze commissie zitten? Wacht, dan bel ik even de voorzitter. Hey Marie-Claire! Hoi Sophie! Hoi! Ja, ze wilde weten wie er allemaal in de fotosie zat, dus ik dacht, ik bel de voorzitter even. Oh ja, tuurlijk. Ja, ik zal jullie anders even meenemen tot huis. Ja, leuk! Top! Okay. Hoi, ik ben Marie-Claire, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit de buurt van Maastricht. Maar ik woon nu al een tijdje in Utrecht met twee hele leuke huisgenootjes. Dit is mijn eerste jaar van mijn rechtenstudie, dus ook mijn eerste jaar bij Sirius. En dit jaar ben ik de voorzitter van de fotocommissie. Ik vind het hartstikke leuk. Mede door mijn commissiegenootjes, die zijn super enthousiast. Maar we zijn ook met hele leuke dingetjes bezig. Nou, wat kunnen jullie van ons verwachten? Wij zijn natuurlijk de fotocommissie, dus het spreekt voor zich dat wij verantwoordelijk zijn voor alle foto's binnen Sirius. Maar dit jaar zijn we ook verantwoordelijk voor de vormgeving binnen Sirius. Dus posters, flyers, video's, noem maar op. Dus mocht jouw commissie een poster, een video, commissiefoto's nodig hebben, dan mail vooral naar fotosie@ulcsirius.nl en dan kunnen jullie sowieso helpen. Als ik één iemand mocht kiezen die de baas zou zijn van de wereld, dan zou ik sowieso mijn moeder kiezen. Die heeft altijd heel goed advies en ze weet altijd een oplossing voor ieder probleem. En dan, wat maakt mij nou een goede voorzitter? Ik denk dat samenwerken echt belangrijk is binnen een commissie. Samenwerken is key. Ik wil dat iedereen zich op zijn plekje voelt binnen de commissie en dat iedereen zijn eigen ideeën kan verwezenlijken. En ik hoop die rol te kunnen vervullen binnen de commissie. Dat was mijn voorstelpraatje. Ik ga nu heel snel Ella bellen. Hey. Hoi. Hoi, hoe gaat het? Ja, goed. Met jou gaat het in Utrecht? Ja, nou, ik ben net in Den Haag aangekomen, maar ik kan wel even laten zien hoe het in Utrecht ging vanochtend. Oh ja, is goed. Doe maar. Hey, ik ben Ella. Ik ben 18 jaar. Ik kom uit Den Haag. En ik woon nu een tijdje in Utrecht in echt een superleuk huis met leuke huisgenootjes. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik ben ab actis binnen de fotocommissie. Dus dat betekent dat als je al een paar dagen moet wachten op een mailtje, dat je dan weet bij wie je moet aankloppen. Als ik een soundtrack van mijn leven zou maken, dat vind ik trouwens wel een hele moeilijke vraag. Maar zou ik ten eerste Dancing Queen van ABBA erin doen, want dat is gewoon een nummer wat je altijd en overal kan opzetten en iedereen vindt het wel leuk, volgens mij. Ten tweede zou ik Birds van Chef Special erin doen, maar dan wel de akoestische versie. En ten derde zou ik het nummer Otto Lengi van Lone Karner erin doen. Wat kunnen jullie van mij verwachten? Hopelijk dat ik snel antwoord op je mailtjes. Maar vooral dat ik opensta voor nieuwe ideeën. Dat ik ideeën van andere commissieleden of van andere commissies met beide handen aangrijp. En dat ik er ook echt iets van ga maken. En dat ik het ook leuk vind om leuk materiaal af te leveren. Ik ben dus ab actis, dus dat betekent dat ik eigenlijk altijd mijn zaakjes op orde moet hebben. Mijn kamer ziet er best oké uit. Ik moet zeggen dat ik ook wel een paar dingen onder het bed heb geschoven voor dit filmpje. En ik moet ook nog uitvinden of die handdoeken daar goed hangen. Maar ja, voor nu is het op zich prima. Ik ga nu even Judith bedden. Doei! Hey! Judith. Hoi! Hey, hoe is die? Ja, bij mij gaat het goed. Goed zo? Ja, met mij ook. Ik kan je wel even wat laten zien wat ik allemaal doe deze dagen. Ja, goed idee. Hey, hallo allemaal. Zoals je kon zien was ik net aan het editen. Want mijn naam is Judith en ook ik ben dit jaar deel van de fotocommissie. Het is mijn eerste jaar bij Sirius en ik vind het super leuk om deel uit te maken van deze commissie. Met allemaal creatieve meiden met super leuke ideeën, dus dat moet goed komen dit jaar. Ik ben de commissaris film dit jaar en dat betekent dat je bij mij kan aankloppen met al je vragen over een promofilm of een aftermovie of wat dan ook. Ik wil het graag met je bekijken en samen nadenken over een leuk filmpje om te maken.
zodat we dit jaar nog meer fossieles kunnen vastleggen op beeld en dan bewegend beeld. En aan mij is gevraagd wat nou mijn favoriete filmpjes of serie of documentaires zijn. Nou, ik kom toch een beetje met een klassiek antwoord, maar mijn favoriete serie is en blijft toch Friends, omdat je het, nou ja, jaren kan kijken en het is nog steeds leuk. En daarbij hou ik ook erg van films en documentaires die zijn gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Maar genoeg over mij, we gaan de volgende bellen en we gaan Xanti bellen. Hey, hoe is het? Goed met jou. Met mij ook. Hi allemaal, ik ben Xanti. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit IJsselstein. Ik zit sinds september bij Sirius, wat ik tot nu toe hartstikke leuk en gezellig vind. Ik heb het onwijs naar mijn zin. Ik zit ook sinds een paar maandjes bij de Fotosie, waar ik het ook hartstikke leuk vind en het onwijs naar mijn zin heb. Binnen de Fotosie vervul ik samen met Jorine de functie commissaris beeld. Dit houdt dat wij onder andere verantwoordelijk zijn voor posters en flyers. En het editen van filmpjes doen we er ook graag bij. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld een leuke poster of een promofilmpje, dan kan je altijd bij ons aankloppen. Dan helpen we je graag verder. Dus dat een beetje. En als ik iedereen zou mogen ontmoeten, zowel levend of dood, dan denk ik dat ik voor mijn opa zou kiezen om hem opnieuw te ontmoeten. Want ik vind super veel mensen inspirerend. En ik wil echt, ik heb wel een lijstje met mensen die ik zou willen ontmoeten. Maar mijn opa blijft dan toch wel de belangrijkste voor mij. Dus ik denk dat ik voor mijn opa zou kiezen. Nou, dat was genoeg over mij. Ga ik even Jorinde voor jullie bellen. Doeg! Hi! Hoi! Alles goed? Ja, met jou? Ja, gaat goed. Hoi allemaal, ik ben Jorinde, ik ben 19 jaar en ik ben eerstejaars Siri. Ik woon in Hoevelaken bij mijn ouders, wat in deze tijd natuurlijk niet zo heel erg is. Samen met Xanti ben ik commissaris beeld. Wij zijn vooral verantwoordelijk voor de posters en een beetje het grafische vormgeven van de fotocommissie, wat ik echt super leuk vind. Jullie kunnen denk ik van ons hele mooie creatieve posters verwachten. Mocht je commissie een poster nodig hebben, kunnen jullie altijd de Fotosie even mailen met daarin hoe je de poster wil hebben en waar het voor is. En dan zouden wij het super leuk vinden om jullie poster te maken. Naast fotografie vind ik film ook heel erg leuk. Ik heb bijvoorbeeld ook de aftermovie van de Berlijnreis gemaakt, wat ik echt ontzettend leuk vond om te doen. Ik denk dat de Fotosie een ontzettend leuke commissie is voor mij, waar ik naast recht ook gewoon nog een beetje creativiteit in kwijt kan. Ik maak eigenlijk mijn hele leven al foto's, al een beetje vanaf jongs af aan. En naast de standaard portretfoto's vind ik het ook heel leuk om bij mij op de manege op de wedstrijden foto's te maken, dus meer de actiefoto's. Nou, dat was het denk ik wel een beetje. Ik bel nu Marie. Doei! Hoi allemaal, mijn naam is Marie van Hout. Ik ben 19 jaar en ik woon in Ede. Ik zit nu in mijn tweede jaar en binnen de Fotosie is mijn functie commissaris foto, samen met Ismee en Katja. Wij proberen dan ook de foto's zo kwalitatief mogelijk te houden. En schrik vooral niet als je mij ziet creepen op een evenement op de achtergrond, want dat is waar de pareltjes meestal vandaan komen. Mij werd de vraag gesteld wat ik zou doen als de wereld over een jaar zou vergaan. Nou ja, met corona in ons land blijkt dat nu steeds meer de realiteit. Nee, grapje. Maar wat ik zou doen, ik zou de wereld gaan rondreizen met vrienden en familie. En ik wil heel graag een keer in een luchtballon. Dus ik zou een luchtballonvaart maken. En muziek vind ik ook heel erg leuk om naar te luisteren. En er is nog zoveel dat ik niet heb gehoord. Dus ik zou sowieso ook muziek gaan luisteren. En zoveel mogelijk en nieuwe artiesten ontdekken en naar concerten gaan. Want dat vind ik ontzettend leuk. En ik denk dat ik zo de rest van het jaar dan maar zou gaan spenderen. In elk geval niet in quarantaine zoals het nu is. Ik ga nu Katja bellen, want zij heeft ook nog dingen te vertellen. Dus jullie zien haar. Doeg! Oh, ik word gebeld. Hi. Hoi. Hoe is het?
Goed, met jou? Ja, goed. Hi allemaal, ik ben Katja. Ik ben 18 jaar, ik kom uit Hilversum. En binnen de fotocommissie ben ik commissaris fotografie. En dat betekent dat ik me voornamelijk focus op het maken van foto's. Ik ga zo lekker wandelen in het bos en ik neem jullie mee. Oké, ik ben nu lekker in het bos. Jullie kunnen het komende jaar van mij heel veel enthousiasme verwachten. En ik hoop dat ik heel veel leuke ideeën kan inbrengen. Ik ben zelf iemand die best wel vaak komt met spontaan creatieve ideeën. Dus ik hoop dat ik dat in een fotocommissie kan stoppen. En ik haal mijn inspiratie uit mijn omgeving. Ik vind het heel leuk om bepaalde foto's na te doen die ik dan op Instagram heb gezien. En ik vind kleur heel belangrijk in foto's. Dus soms zie ik kleurencombinaties bij iemand in zijn kleding of in de natuur die ik dan heel leuk vind. En dat probeer ik dan te verwerken in foto's. Hi, hi. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Ja, ook goed. Hoi, ik ben Ismee. Ik ben 19 jaar oud en tweede jaar Siri. En dit jaar ook tweedejaars fotosielid. Ik woon in Zuilen in Utrecht, nu ook alweer anderhalf jaar. Maar op dit moment ben ik nog eventjes bij mijn ouders in Zuidlaren, vlakbij Groningen. Ook wel weer even gezellig om daar weer terug te zijn. In de commissie ben ik samen met Katja en Marie commissaris fotografie. En dat is superleuk met z'n drietjes. Van mij kunnen jullie veel spontane foto's verwachten. Want ik hou ervan om foto's terug te zien van momenten waar je eigenlijk niet wist dat er foto's gemaakt werden. Omdat je gewoon veel te veel bezig was met genieten van het moment. Dus ik hoop dat ook met jullie serious momenten te kunnen doen. En te hebben gedaan. Mijn inspiratie haal ik dan ook uit het dagelijks leven en de mensen om me heen. Want ja, ik vind het gewoon leuk om de leuke momenten voor hun vast te leggen. En dat was wat ik eigenlijk nu te vertellen heb. Dus ik ga nu Carmen bellen. En ja, doei! Hey! Hey! Alles goed? Ja, met jou? Ja, ook. Hi, ik ben Carmen. Ik kom uit Amersfoort, maar woon sinds begin dit jaar in Utrecht. In een superleuk appartement met twee hele leuke meiden. Helaas ben ik daar nu niet, want ik zit in thuisquarantaine in het huis van mijn vriend. Maar ja, daardoor heb ik wel weer mijn bak- en kookkunsten kunnen ontdekken. Samen met Roos ben ik de commissaris social media. Dat betekent dat wij alle social media van Sirius bijhouden. We hebben begin dit jaar ook een account aangemaakt op Instagram voor de fotosie. Zelf ben ik ook te vinden op Instagram. Hier kun je zien dat ik heel erg hou van reizen. Het heel leuk vind om foto's te maken. Onder andere samen met mijn zusjes. Dus ja, wat kunnen jullie van ons verwachten? Veel creatieve en nieuwe input op de social media accounts. En natuurlijk als jullie suggesties hebben, willen we het graag horen. Met Roos, je mede-commissaris sociale media van de fotosie. Ik zal mezelf ook eventjes voorstellen. Ik ben 19 jaar, ik woon sinds het begin van dit jaar in Utrecht, mijn eerste jaar Siri. En naast dat ik lid ben van de fotosie, ben ik ook lid van de Aki dit jaar. En op dit moment ja, spendeer ik mijn dagen voornamelijk hier zo op dit heerlijke balkonnetje waar ik lekker in de zon kan zitten. Nu je verder natuurlijk niet echt meer naar buiten mag, is dit wel echt super lekker dat ik hier gewoon een beetje kan chillen. En normaal gesproken ben ik ook wel echt van de feestjes, maar ja, die gaan nu niet meer door. Als ik nu mijn eigen feestje zou mogen organiseren, mijn ideale feestje, dan zou ik een quarantaine party organiseren waar iedereen met soort van die hula hoepen om zich heen moet staan, waardoor iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar blijft, maar wel met hele goede muziek en lekker drinken. Maar genoeg afgedwaald, wat kan je van mij verwachten binnen de foto's hier? Nou, natuurlijk sowieso dat ik samen met Carmen de Insta lekker up-to-date houd, maar we gaan jullie ook echt proberen te inspireren met leuke en creatieve posts van ons, van andere foto's leden en misschien ook wel van andere Siri. En natuurlijk kunnen jullie sowieso contact met ons opnemen als jullie vragen hebben of als jullie bijvoorbeeld echt iets missen op de Insta's of graag zelf een post kwijt willen of willen weten wat daar de mogelijkheden voor zijn, dan kun je gewoon contact met ons opnemen. En nou, dan ga ik voor nu weer lekker eventjes in de zon zitten en volg ons op Insta.